murder! Dat weet ik niet, jongens. Kom maar. Blijf hier maar gewoon staan, ik kom u halen. Kom maar. Helen! Helen! Jongens, kom verder. Mama! Ja, kom maar. Kom verder, mama is dood. Mama, ik kan hier niets meer doen. Vlucht, red jezelf. Is mama en papa echt dood? Dat was mijn laatste arbeid. Leben Sie Kaiser! Mama, papa, ik beloof als er ooit nog een oorlog komt, dan zal ik samen met Marcel strijden tegen het kwaad. Speciaal voor jullie. Oké, bedankt. Blijf in een schuilkelder. De Duitsers gaan in aanval zeker inzetten, dus blijf daar op uw hoede. Twee. Op onze hoede zijn. Wat is er? Er is dus weer een trein met Joden vertrokken. Ik ken dat niet meer aan. Die oorlog duurt nu al 5 jaar en er is nog altijd geen verbetering. Hoe lang gaat die verdomste oorlog nou nog duren, zeg? Dree, hebben zojuist nog wat Duitsers tegenkomen in het bos. Wat? Die zijn oorlog toch niet gevolgd, hè? Nee. Nee. Die zijn dood. Ah, oké. Ja, hallo? Ja, daar spreekt u mee? Wat? Verdomme, hè? Oké, bedankt. Klaas is opgepakt. Verdomme, hè? Ik hoop dat we ons niet gaan verklikken. Ik moest van het begin af aan even Klaas al iets hebben. Ik weet het. Maar Klaas is geen verraaier. En wat zijn de plannen nu? Ik kan jullie nog op de hoogte. De strijd is nog lang gestreden. Wat we nu moeten doen, ik heb daar rust nodig. Je ziet dat het reet wil geven. Ja. De oorlog zal een lijn duren, vrees ik. Ik hoop soms hè, dat mijn leiderschap doorgeeft. Broer, wat bedoel je daarmee? Broer, wat bedoel je daarmee?
Pieter is al lang op zoek naar een nieuwe leider. Om het verzet leiden. Ik wil me graag kandidaat stellen. Maar jongen, dat is toch een keiharde verantwoordelijkheid. Alles komt op uw nek terecht. Ja, dat weet ik. Dat zal ik doen. Met veel plezier. Dat is toch niks voor u. Dat is niet simpel, hè? Broer, jij denkt dat ik dat niet kan? Maar dat zeg ik toch niet? Ja, daar komt wel op neer, hè. Kijk, Marcel. Ik wil strijden. Strijden tot al die mof kapot zijn. Ze hebben 28 jaar geleden voor onze ogen onze ouders vermoord. Misschien zijn jij dat vergeten, maar rekening. Ben jij dat vergeten zijn? Ik denk er ook nog elke dag aan. En die mof is overdienen dan wel krijgen. Moeten we niet aanvallen? Aanvallen? Als we nu aanvallen, dan gaan we allemaal dood. Dat weet je toch. Kom. Louis, Marcel en jij. We gaan het oude vleugel en zorg dat we weg kunnen. Kom. Verdomme, hè. Hoe weten die moffen dat we hier zijn? We hebben onze informanten. Verdomme. Wie is die informant? Entschuldigung, das werden Sie nicht herausfinden. Ich lasse dich in Leben bleiben. Jemand anders muss dich töten. Stomme Leid, die volmoffen gaan waarschijnlijk nog vol zijn. Vorige week ook, hè? Zaten die in het doodskwartier. Al die moffen. Heel die bende vermoord. Doe maar. Doe me, hè. En toch moeten we misschien aanvallen. Aanvallen? Dat kan veel te gevaarlijk zijn. Je weet wat Peters gezegd. Ja, dat klopt. Doe me, zet die jak al. We moeten terugtrekken, Jan. Nu. Terugtrekken. Dat kan veel te gevaarlijk zijn. Dat weet ik ook, hè. Ja, en dat is kwartier wat naar pak zeker. Louis, het is dat. Of we zijn allemaal dood. Ja, daar kan Peters wel niet content mee zijn, hè. Ja. Peters. Wat blijft Peters vaak? Het is allemaal. Ja, wacht, Louis. Ik ga mee. Hé. Ja. Ja. Dan blijf ik. Marie. Als je Klaas is in mijn handen krijgt, ik schiet ze de kop af. Ik moet Klaas zak dicht, hè. Wat zonder zegt voor haar, jammer. Ja, natuurlijk, Louis. Hoe kunnen die moffen anders weten dat wij hier zijn? Kom, ja. We moeten naar Peters. Wat blijven ze nu? Godverdomme. Hoe moet die weg? Zeg, ik wist dat we hier niet meer veilig waren, hè? We zitten in een verhaal. Ja, ik doe het al. Klaas zal alles wel verteld hebben tegen de Duitsers. Dat was mijn laatste arbeid. Leben Sie Kaiser! Voor de man! Marcel, kom! Mag ik dat niet weg zijn? Ja. Nou, dat is hem, kom eens. Verdomme, Marcel! Ik doe dat je doet waard. Ik heb hem gezien. Wie heb je gezien? Die Duitser die onze ouders heeft vermoord. Het is beter wie weggaan. Nee, Louis. We moeten erachter. Louis. Ik heb hem gerokt. Daar ben ik zeker van. Dat is goed. Voilà. Die wonden zijn verzorgd. Rusteer maar even uit. Precies raar. Ik kan niet uitrusten, Louis. We moeten die smelen pakken. Oh, daar zullen we zelfs nog wel op terugkomen. Rust je maar even. Maar ik... Ah, ik...
ik kan niet uitrusten, Louis. We moeten die Smela pakken. Hij leeft nog. Oh. Ça va, hi? Ja, hij is verzorgd. Zeg, Louis. Ja. Was hij hem te just? Ja. Marcel. Heeft hij een Duitser gezien die onze ouders vermoord heeft? Wat? Allee, zegt hij. Ik weet niet of dat waar is, hè. Ja, kijk, Louis. Ik heb altijd gezegd, het verzet is zwaar, hè. Weet wat, Gilbert? Ik en mijn broer, hè. We gaan die vuil hem afpakken. En ze Thomas hiervan. Ja, ja. Zwat, ik moest te halen van Peters. Hij heeft hem te vertellen. Dat weet ik niet. Dat meen dat hij moest komen halen. Tja. Tja. En, hoe is het hier? Er heeft zeer veel bloed verloren. Ik heb hem verzorgd. Ik zou er ook graag bij blijven. Oké, geen probleem. Peter, je wilde afspreken? Het gaat over Klaasus. Hij was de enige die een opdracht moest doen. Ik denk dat hem zich expres heeft laten oppakken. Ik snap echt niet, ik had dat echt niet in hem gezien. Ja, en nu? Ja, nu. Hij zal waarschijnlijk die Duitsers gestuurd hebben, hè? Klopt. Kijk, ik weet dat dat pijn doet, hè. Maar Gullen moet Klaasus neerschieten. Ik wil geen collaborateur in het verzet. Ja, en wie gaat dat doen? Klaasus zal waarschijnlijk wel naar het kwartier komen. Dond, ik wil dat jij dat doet. Jij gaat naar het oude kwartier en je schiet hem neer. Wij wachten tot dat Gilbert terug is. Oké, okay. Oké. Okay. Louis, pas goed op. Peters is niet sterk niet meer. Mm. En Marcel, houd je in de oog, hè? Zal ik doen. Zal ik doen. Jij blijft hier. Oké. Okay. De commandant is verlet geworden. Is de cemeterie goed? Ja, Klaas is dat nog niet gezaakt. Er stikt hem nog vast, weer moeten niet wonen. Ik weet het. Verzet is verhalen. Ik heb me lang niet verhalen. Echt, Gilbert. Ik weet het niet. De Duitsers stonden wel samen met hem, want dat was op te wachten. Ik heb me lang niks niet verhalen. Ik heb echt niks gedaan, Gilbert. Echt niet. Ik moest van Peters aan de kogel geven. Echt niet. Ik was niet, Gilbert. Nee. Sorry, Klaasus. Nee. De widerstand kamper. Hoe is het met Ree? Ja, hij heeft veel bloed verloren, hè. Maar ik blijf wel even hier om hem te observeren. En waar is Tont? Tont is naar het oude kwartier. Hij moest van Dree, hè, de kogel geven aan Klaas. Hij moest aan Klaas de kogel geven? Die verrader werkt samen met die vuile mof? Ja, inderdaad. Ik ga er ook naartoe. Hé, ik denk het niet, hè. Je bent nog niet helemaal hersteld, hè.
Maar wel, Gerard, je hebt gelijk. We wachten op Gilbert. Daar ga ik niet op wachten. Ik ga die vuilmof neerschieten, die op mij en Peters heeft geschoten. Als je daar naartoe gaat, hè, schieten ze helemaal overhoop. Ze zijn veel te zwak. Jawel, Gerard heeft gelijk. Als we dat nu doen, hè, zijn we de volgende voor de kat. Jawel, jullie hebben gelijk. Daarom neem ik Louis mee. Louis, we moeten doen wat onze ouders hebben beloofd. Echt niet verstandig, Marcel. Luister naar Louis. Ik snap niet waarom jullie mij hier wilden houden. Ik ga. Want als ik niet ga, dan kan die vuilmof nog andere mensen kapot maken. Oh, Marcel, ik wil ook niks liever hè, dan die vuilmof kapot te maken. Maar zo kunnen we godverdomme niet gaan. Ah wel, dat risico loop ik graag. Ik ben dat misschien wel gewond, maar ik geef niet op. Marcel, wacht! Wacht! Louis, dat is echt niet verstandig van Marcel, hè? Ja, ik weet je raar, maar het is mijn broer. Ik moet ook gaan. Ik hoop echt maar dat er niks ergs gebeurt, hè? Dit komt echt niet goed. Oké, herofficier. Ik verneem het als commando. Hey, pardon. Metkomen. Halt. Hey, pardon. Metkomen. Bevel is bevel. Halt, don't. Mitnehmen. Schnell. Schnell. Die is genezen. Het ziet er goed uit. Allee, hoe kan dat nu? Ik ben mijn weg kwijt. Verdomme, hè. Toen. Zou je dan Duitse zijn? Stop! Wie ben je? Alsjeblieft niet schieten. Ik zal alles doen wat u zegt. Wie ben je? En wat doe jij hier? Ik ben Ela. Mijn ouders zijn op de trein gezet. Ben je Joods? Ja. Sorry, ik ben Marcel en ik ben bij het verzet. Je moet geen bang hebben. Ik zal jou beschermen. Alles komt goed. Ik ben kunnen vluchten, maar mijn ouders zitten op de trein. Weet je waar je ouders zijn? Nee. Weet u misschien waar dat de trein naartoe gaat? Dat weet ik niet. Dankeschön. Was? So, setzen Sie sich wieder. Es ist schön, so wieder zu sehen. Ja, sag, für wann muss ich gefährlich nur zurück nach hier kommen? Ich habe doch alles gesagt. Wo ist der Mann, der auf mich geschossen hat? Ah, Marcel Gillis. Ja, ja, goed gerukt precies. Marcel Gillis, bist du verrückt? Just. Dat is de ene waar jij die ouders dan kapot gemaakt hebt. 1918. Josef Gillis. Hij was de hoofdman van de Belgische Widerstand in het Eerste Weltkrieg. Ik heb hem omgebracht. Ja. Is Drey Peters? Is Drey Peters dood? Nee, die is niet dood. Luisteren. Ze töten Drey Peters
Marcel en Louis Gillis. Verstehen ze? Hoe, maar dat was toch niet genoeg? Verstehen ze? Ja, ja, het is goed, het is goed. Dank je. Naar huis. Huis! Marcel! Marcel! Godverdomme, Marcel, wat heb je gezeten? Dat was een verband. Ja, mijn wond was veel beter, dus ik heb mijn verband al afgedaan. Marcel, ik zou dat verband toch terug aan doen, voor ons zegentijd gaan. Ja, ja, het is goed. En ja, onderweg, toen ik mijn schuilplaats aan het zoeken was, ben ik verdwaald. En toen kwam ik Ela tegen. Ela is Jood en haar ouders zijn getransporteerd. En daar waar? Geen idee, maar we moeten haar onderdak geven. Marcel, de Duitsers zijn pas bij ons binnengevallen. We kunnen haar hier niet houden. Anders lopen wij ook dat risico. Dat risico, hè? Dat neem ik graag. Ik laat haar niet gaan. Oké, maar dan moeten we wel ander papier voor halen. Maar drie moet er wel van weten. Oké. Oké, Louis. Merci, hè. En zorg jij maar, hè, dat je niet verliefd wordt. Dankjewel. Dankjewel dat jullie mijn ouders terug willen vinden. Jullie zijn echt heel goede mensen. Echt merci. Dat is graag gedaan. Zie iets, Marcel, dat nog altijd niet genezen is. Ah, Dond, ik ben blij dat ik u zie. En Klaasus? Klaasus heeft de kogel gekregen. Zeg maar, waar is Louis en Marcel? Wel, die zijn terug naar jullie schuilplaats gegaan. Maar ik moet erbij zeggen, Marcel is nog wel niet 100%, hè. Godverdomme, loempa sukkels! Zeg, Joubert, wat kreeg jij nu? Doe eens rustig. We moeten een veilige plek gaan zoeken. Kom. Nee, hè. We blijven niet. Dond, wat kreeg jij nu? Als ik je een order geef, dan beveel jij mij. Tien is gedaan. Hé, hey, wat gebeurt er hier? Dat kan toch niet echt de bedoeling zijn, hè? Dond, stop daar onmiddellijk mee. Zwaar, help mij eens recht. Nee, jij blijft zitten. En jij ook. Maar alsjeblieft, geen pijn. Ik ben er ook alleen maar om jullie te verzorgen. Ja, en die verzorging, hè, die hebben we nou niet meer nodig. Dond, wat heb jij nou gedaan? Je hebt ze raar vermoord. Ja, want ik, hè, ik heb het verzet verhalen. Ik heb alles tegen de Duitsers gaan verklikken. Van al uw plannetjes, hè, en dat we de Joden moesten gaan bevragen, alles! Allemaal mislukt door mij en niet door Klaas. Hé, hey, dat is goed van mij, hè? Hoe kun jij zoiets doen? Ja. Er zijn al zoveel mensen gesneuveld door A en door die vrouw moffen. Ja. En weet je wat, Dree Peters? Vandaag sneuvelde ga. We hadden Peter bij Peters gebleven. Godverdomme. Dankjewel allemaal. Ik ben jullie echt dankbaar. Het is onze taak om mensen te beschermen. Ik zal je voor altijd beschermen. Ik hoop dat mijn ouders het overleven. Kijk, hè, wat die Duitsers doen, ik walg ervan. We moeten ze kapot maken. Allemaal. Come on, mannetjes. Loop als Duitsers hier staan, zijn we er allemaal aan. Come on, loop als. Gilbert? Gilbert? Gilbert, zeg eens iets. De Duitsers. De Duitsers hebben Gerard en Peters neergeschoten. Gilbert, zeg maar niks meer. Wie is zij? Gilbert, dit is Ela. En Ela is Joods. Joods? Gilbert, Marcel heeft haar gevonden.
Haar ouders op een trein gezet. Op een trein gezet? We kunnen haar niet hier houden. Waarom niet? Waarom niet, Sildair? Omdat zij Joods is. Als de Duitsers dat weten, hè, dan schiet ze zelf niet kapot. Maar de Duitsers gaan dat niet te weten komen. Ik bescherm haar. Ah, nee? Pas toch maar op. Sildair, wat gaat u doen? Een nieuwe schuilplaats zoeken. Een Dree is net dood. Je wilt meegaan, dan kom je mee. Maar ik blijf niet bij hen. Marcel, kom. Ik ga niet mee met hem. We moeten haar beschermen, Louis. Marcel, heb je gehoord wat Jean-Pierre zei? Als het Duitsers dat weten, dan zijn we er allemaal aan. Weet je wat we ooit hadden beloofd? Dat we die moffen gingen pakken, ja? Marcel, wacht. Marcel, wacht. Wat doe je nu? Godverdomme, je bergwacht! Zowel, Louis! Waarom wil niet dat jullie hier blijft? Je weet dat wij toch al! Omdat zij Joods is. Als de moffen dat weten, dan maken ze ons allemaal kapot! Ja, en dat weet Marcel ook, hè? Maar de Dree is nou wel dood, hè? Maar hij had dat mensen ook willen helpen. Ja, ja, misschien wel, ja. Weet dat wij... Ik zal mijn verontschuldigingen aanbieden aan de Marcel. Goed. Sorry, Ela. Ik wil je heel graag helpen. Dat apprecieer ik. Ik zou gewoon heel graag willen weten wat jij met Louis er juist hebt besproken. Ja. Het was 9 november 1918 toen ik en mijn broer aan het buitenspelen waren. Toen er plots Duitsers aan ons huis stonden. Ze hebben voor de ogen van mij en mijn broer onze ouders vermoord. Dat is ook waarom we in 1940 in het verzet zijn gegaan. Om die moffen kapot te maken. Want al 5 jaar lang strijden we voor ons leven. Amai. Ik word er een beetje stil van. Je hebt echt al veel meegemaakt. Ja. Maar alles komt goed. We zorgen ervoor dat we jouw ouders terugvinden. Ik denk niet dat ik mijn ouders nog ooit ga terugzien. Ik ken de Duitsers. Ik weet hoe dat ze zijn. Ja, dat is waar. We moeten gewoon het mooiste van onze ouders, de herinneringen, in onze gedachten houden. Hey. Ja, kijk, Marcel, ik had dat niet zo mogen zeggen. Dat was niet zo bedoeld. Sorry. Ik dacht dat ik het nooit ging zeggen, maar merci, Gilbert. We zullen Ela helpen. Als een hecht team. Voilà. Ik denk dat deze een goede schuilplaats is. Volgens mij de laatste invasie was vergemend. Wat wil dat zeggen?
Ja, dat is, ja, deze was vroeger van de Duitsers, hè. Dus dat kan hier nog altijd redelijk gevaarlijk zijn, maar... We blijven hier zolang dat nodig is. Ja, maar we moeten het nog wel wat statten voor heel even papieren. Ah ja, dat is juist. En? Nou, er moet iemand hier blijven, hè. We kunnen moeilijk met z'n allen gaan, dat gaat niet. Ik blijf hier wel. Als dat veiligst is voor mij, wil ik wel liever hier blijven eigenlijk. Nee, jij gaat met mij mee. Ik laat u hier niet alleen. Oké, Marcel, maar wees voorzichtig, hè. Ja, mij moet het niet zien, voor mij is het goed. Marcel, zijn voorzichtig, hè. Oké, ik ga mee. Maar ik ga u eerst nog verzorgen. Is goed. Oké. Ja? Ja. Zo. Dank je wel. Zullen we hier maar zitten, zeker? Ja, dat is goed, want we moeten toch nog wachten op die andere. Weet je wat ik niet begrijp, hè? Ze schieten drie hier op onze schuilplaats en 5 kilometer verder van onze schuilplaats schieten ze hem dood. Ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Ze hadden mij eigenlijk gewoon beter dik van kant gemaakt. Wat zei jij nu? Al ja, Louis, niet slecht bedoeld, hè, maar hij wordt gewond in zijn schouder op ons schuilplaats. En 5 kilometer weer, ja, maken ze hem van kant. Dat is toch allemaal heel toevallig, hè? Dat klopt iets niet, hè? Nee, dat klopt niet. Weet je wat ik denk? Volgens mij heette Marcel die Duitsers gestuurd naar Peters. En waarom zei hij zoiets? Ja, het is toch allemaal heel toevallig verdacht hoe hij nu zo bezig is, hè? Met dat Joods meisje erbij en dan al die geheimzinnige gedoe en zo, en dat kaponkofoes. Ja, hij zal wel verliefd zijn, zeker? Dat is nog erger dat hem verliefd is, hè? En waarom wil dat allemaal vertellen? Denk je dat Marcel drie wilde vermoorden of haar? Louis, dat is toch allemaal heel toevallig verdacht, zeker? Hoeveel keer moet ik dat vaarlijk nog zeggen? Ah, weet je wat? Let het gewoon, hè? Wat wij gezegd hebben, dat is niet gebeurd. Ik hoop dat ze me om eten brengen, want ik heb eigenlijk al honger. Ja. Dat is eigenlijk toch wel een goed plan om zoiets te doen. Natuurlijk. Het zou natuurlijk een goed plan zijn als we die Duitsers aan tegenhouden en zo. Ja. Ja, dus voilà, het is klaar. Dank je wel. Ik ben wel moe. Ik denk dat ik ga slapen. Zal ik meegaan? Nee, dat hoeft niet. Ik ken de weg al. Slaap wel. Je bent verliefd, hè? Ik zin het. Ja, het is tegen mijn principes. Maar ik denk dat ik verliefd aan het worden ben, ja. Ja. Pas toch maar op. We zitten nog altijd in Duits territorium. Wat wil je daarmee zeggen? Gilbert wil het beste bij u. Ah ja? Dat weet ik niet zo. Marcel, ik zou iets willen vragen. Het klinkt misschien vervelend, hè? Maar heb je iets met de dood van Trey te maken? Met de dood van Trey? Louis, wat zegt jij allemaal? Ja, ja, nee, ik dacht gewoon. Jij dacht gewoon? Kom aan, hè, man. Ik huil niet meer met de moffen, hè. Marcel, wacht! Wacht! Godverdomme, dat had ik niet mogen doen, hè. Yo, ik ben wel goed geslapen. Ela. Dat is typisch, hè. Ela. Dat is in de Noordlag altijd. Godverdomme, hè. Heb je alle Ela gezien? Was die daar binnen? Nee, ze is niet binnen. Ze is daar niet weggegaan, hè. Ze zal wel terugkomen. Ja, of misschien niet. Wat zei je daar? Dat zal wel terugkomen. En daarna? Ach, laat maar. Wacht, mama. Weet je wat? Anders gaan we ze gewoon zoeken. Hè? Ah, ik heb deze nacht niks gehoord, hè. Ja, ik ook niet. Ja, we moeten haar gaan zoeken.
Ja, dan gaan we ze zoeken. Hè. We zijn tenminste toch het verzet. We moeten zo'n mensen redden en zoeken. En... Ja, dankjewel. Kom, we zijn weg. Ela. Ach, Louis. Trek het daar niet aan. Het is allemaal uw schuld, hè. We hebben... Ach, laat maar. We zullen haar wel gaan zoeken. Ik kan niet verstaan wie ze entkomen zijn. Maar morgen is een nieuwe dag en is er een nieuwe zoek. En willen ze afgevoerd worden. Ela. 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 Waar zit ze toch? Ela. 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 Ela! Ik zou niet te het roepen. Als de Duitsers dat horen, dat is niet goed, hè. Dan maken ze het misschien kapot. Ja, ik weet gewoon niet waar eerst zoeken. Wacht, misschien moeten we opsplitsen. Dat is misschien gemakkelijk. Opsplitsen? Dat is veel te gevaarlijk. We zitten hier in onbekend territorium. Ja, dat is echt geen goed plan, hè. Hey, ik vind het ook erg voor u, hè. Ja, weet dat, luid het. Louis, wacht, Louis. Weet je wat? Ik zal ermee gaan klappen, goed? Ja, goed. Marcel, wacht! Marcel! Marcel, wacht! Marcel, wacht! Marcel, wat moet je komen, wacht! Ik vind het erg voor u, hè. Maar we moeten godverdomme verder. Ik denk niet dat ik zonder dat kan, Gilbert. Kijk, hè, Marcel. We zijn nooit niet echt de beste vrienden geweest, hè. Maar... Maar wat? Oh, Louis. Het gaat over Louis. Wat is er met Louis? Marcel. Ik kan niet meer zwijgen. Gilbert, zeg het gewoon. Wat is er? De verdwijning van Ela. Louis zit daarachter. Ik heb hem gisteravond horen klappen met een Duitser. Louis? Ja. Zeg je wel zeker? Marcel, ik ben 100% zeker. Ik mag het normaal niet vertellen tegen u. Hij heeft dat zelf tegen mij gezegd. Sorry. Als ik hem heb, hè. Ik vermoord die, hè. Godverdomme. Louis, jij vuile verrader. Wat krijgen we nu? Jij vuile moffenhelper. Je bent de grootste klootzak dat ik ken. Marcel, zijn dus 2 seconden rustig. Rustig? Jij hebt het meisje van mijn leven op een trein gezet naar een concentratiekamp. Waar gaat het dan nu? Wat ik ervan hou? De Gilbert heeft het zelf gezegd. Ah, wel, de Gilbert heeft mij ook gezegd, hè, dat jij begot een trein vermoord hebt. Ik heb godverdomme een trein niet vermoord. Ah, wel, als jij denkt dat ik het meisje van je droom op een trein heb gezet, hè. Kom, schiet me dan maar neer. Kom, schiet dan. Schiet. Kom. Dus jij hebt er niks mee te maken, of hè? Nee, ik heb er niks mee te maken. Sorry, Louis. Sorry. Dat kun je niet geloven en zo. Sorry. Zou Gilbert er voor iets achter zitten? Ik denk, dat kan niet anders. Hij moest Ela van de nest een dag al niet. Weet wat, we moeten hem kapot maken. Weet je wat, volgens mij heeft hij de rest ook vermoord. Als ik hem heb, dan schiet ik zo'n dikke kop eraf. Wat, domme! Marcel, wacht! Gilbert, jij vuile verrader. Waar is ze? Waar? Waar is ze? Wie? Waar? Waar is ze? Waar is ze? Wie? Hè? Door uw schuld is het heel op de trein. Ah!
En dat is maar goed ook. Wat? Ah! Waar is dat? Dat is... Zies! Louis! Hij vuile verrader. Ja, klopt. Klopt. Ik heb het verzet verraden. Alle plannen. Hè? Dat de Duitsers wisten waar we wel naartoe gingen. Hè? Hela Joods was. Alles heb ik verklikt tegen de Duitsers. Ah. Ah. Ik heb het dus het verzet verraden. Hè? En dat is allemaal... Door mijn schuld is ook dokter Gerard en de Peters kapot. Ik heb ze neergeschoten voor de gelijk kwam. En dat Ela nu op die trein wordt gezet, is ook mijn schuld. Klaas heeft er niks mee te maken. Al die opdrachten, alles, is allemaal door mij. En wacht, nog iets. Ela zal op een trein worden gezet. Naar een concentratiekamp. Jij vuile mof. Wacht, zo met een kapot, jam. Nee, wacht, wacht. Waar is Ela? Waar dan? Als oude schuilkwartier. Daar is Ela. Is die mof daar ook? Ja, Rudolf Rijkers is daar ook. Is hem daar? Ja. Maak hem kapot, Marcel. Nee. Maak hem kapot. We moeten nu gaan, voor het te laat is. Kom! Marcel, ga maar verder. Ik kan nu even meer. Ik beloof het. Kom terug met haar. Goedendag. Waar is de smerige mof? Waar is ze? Komt, het knalt mij af. Waar is Ela? Verdammt, was het mijn troep aan? Waar is Ela? Geil man, ziek van meer. Marcel, ça va? Daar. Jonge. Wat doe jij hier? Waar is Marcel? Kom, meekomen. Kan meekomen.
En, ça va? Ja. Allee, nog wat pijn. Ja, maar zelfs wel willen. Je hebt 2 weken geleden een koning in hun buik gehad. Ja, dat is waar. En waar is Ela? Hier ben ik, mijn held. Eigenlijk is Louis jouw held. Hij heeft jou bevrijd. Louis heeft me dan misschien wel bevrijd. Maar voor mij bleef jij mijn held. Marcel, en de enige die mijn held mag noemen, hè, dat waren onze ouders. En we hebben eindelijk die vuile mof kapot gemaakt. Ja, dat is waar. 28 jaar heeft het geduurd, maar het is ons toch gelukt. Oh, dank u. Graag gedaan. Ela, ik zou jou nog iets moeten zeggen. Ik zou graag na de oorlog met jou willen trouwen. Echt? Ja. Meent je dat? Ja. Thank you.